Hallo, ik ben Christa. Ik ga een shoplog maken. Ik ben wezen shoppen bij Terstal. Ik ga daar normaal nooit shoppen. Maar verrassend kwam ik daar leuke outfits tegen. En bij Zeeman heb ik nog wat mooie outfits gescoord. Normaal koop ik daar ook geen kleding, maar ook heel verrassend. En bij Zeeman. Laten we gewoon gaan starten. Ik heb hier als eerste. Nou, ik heb de outfits klaargelegd. Dus let's get started. Ik hoop dat mijn batterij het volhoudt. Let's go. Nou, dit is de eerste outfit. Een heel mooi bijkerjak. Ik heb het gekocht bij de Zeeman. Het was 8 euro. Een heel mooi shirt, dat heb ik bij Terstal gekocht. Het is 11 euro. Dat was in de aanbieding, omdat ik vaste klantenpas heb. En ik heb daar een broek bij gedaan. En deze broek heb ik gekocht bij Zeeman. Bij Hema. En deze hele outfit. Deze hele outfit. Heeft mij gekost 39 euro. En we gaan door naar de volgende outfit. Een witte V-hals shirt met een karamel vest en een jeans. Ik draag daar witte sneakers bij. Deze outfit heeft mij gekost 26 euro. Je zou het niet zeggen. Zonder de sneakers erbij. De jeans heb ik gekocht bij een Zeeman. En het karamel vest heb ik gekocht bij Terstal. En die kost 15 euro. En omdat ik een pas heb van Terstal, heeft die gekost 10 euro. En de jeans, die komt bij de Zeeman vandaan en die is 13 euro. Dus echt een outfit voor 26 euro, dat is echt low budget. Dus heb je een laag budget of denk je, ik wil even iets extra's kopen. Kijk dan even bij Zeeman en Terstal. We gaan door naar de volgende outfit. Maar dit is echt een heel mooi colbertje met een leuk shirt. Je kan er pumps bij dragen of sneakers. Dit colbertje heb ik gekocht bij Terstal, het shirt ook. De totale outfit is 35 euro. Het colbertje is 24 euro en het zwarte t-shirt is 11 euro. Je kan het dragen op de denim die we hier hadden. Daar kan je hem op dragen. Je kan hem ook op deze witte jeans dragen. Mijn pumps stoot ik om. Geen probleem. Deze outfit is ook super leuk. Het is een zwart t-shirt met een witte jeans. Het zwarte t-shirt heb ik gekocht bij Terstal en de witte jeans heb ik ook gekocht bij Terstal. Het zwarte t-shirt is 16 euro en omdat ik die pas heb van Terstal heb ik er 11,20 euro voor betaald. En de witte jeans is 20 euro, dus deze outfit is 31,20 euro. En die witte jeans kan dus ook op deze outfit. Je kan het allemaal doorcombineren. Hier hebben we de volgende outfit. Het is een zwart colbertje met een bronskleurig glitterglans blouse. Het colbertje heb ik bij AliExpress gekocht. En de blouse heb ik gekocht bij Terstal. Deze outfit is 31 euro. Het colbertje was 12 euro. En het glanzende shirtje was 19 euro. Deze outfit is 31 euro.
Die gaat mooi op deze witte jeans. Het kan ook op een spijkerbroek. Het kan dus ook op deze broek. Hier kan het ook op. Dus je kan het allemaal doorcombineren. Dan gaan we door naar de laatste outfit. Dit is echt een heel leuk zomerjurkje. Hij lijkt heel klein, maar het is gewoon echt net boven de knie. Echt super leuk. Bij Zeeman. Normale prijs was 15 euro en nu was hij 5 euro. Nou, we dragen leuke booties op. En je hebt een leuke outfit voor 5 euro. Nou, je draagt een bikerjack erop. Hartstikke leuk. Je kan zo leuk budget shoppen als je wil. Je kan het ook doorcombineren. Ik ga nog even alle outfits langs. Hier draag je pumps bij. Hier hebben we het colbertje met het shirtje, het zwarte shirtje. Echt zo leuk. Hier kan dus ook het witte shirtje bij, wat nu hier zit. Dus die kan ook dus onder dit jasje. Hier hebben we deze outfit. Ook zo leuk. Het vest is wat langer, maar ik wilde echt de jeans laten zien. Kijk, het is echt een hele mooie jeans. Je zou het niet zeggen dat die van de Zeeman komt. Serieus. Even serieus. Even serieus. Zo. Wat een mooie outfit. En deze outfit. Ik heb er nu roze sneakers bij gedaan. Er kan er witte sneakers bij. Ik kan er zwarte sneakers bij. Ik kan er zwarte pumps bij. Echt. Je kan het zo goed doorcombineren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Alles is nog te koop bij alle winkels. Dus ik zou zeggen, ga even langs de Terstal, Zeeman en Hema. Echt, je kunt zo leuke items kopen. Echt zo leuk. Je kan het zo combineren met de kleding die je al hebt. Ga er echt even binnenkijken. En echt serieus. Dat is zo leuk. Echt, je kan er zo leuke dingen scoren. Ik had het zelf niet gedacht, maar het is me toch gelukt. Dus ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. En tot de volgende keer. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En als je het heel erg leuk vond, druk op de like knop. Abonneer je. En ik ga nog meer leuke video's voor je maken. Doei doei.